plant zit op het aanrecht. Nee. Dag schattenpatatjes. Of hey guys, ik weet niet. Ik wil een keertje anders openen. Vandaag is de dag. Jullie weten waar ik het over heb. Vandaag is de dag. Ik zit hier achter mijn laptop en vandaag is de dag. Echt een jaar geleden toen ik in dit appartement trok met Mert, er nog nul meubels stonden en er dus superveel galm was daardoor, besloot ik dat het wel een leuk idee zou zijn als ik Sims zou gaan spelen op mijn kanaal. Dat heb ik een paar keer gedaan en toen dacht ik van ja, ik weet het niet. Ben ik nou wel gewoon leuke video's aan het maken? En er werd heel goed op gereageerd. Maar ik dacht van ja, ik ben echt alleen maar Sims aan het spelen. Is dit niet mega niet creatief en moet ik niet gewoon wat anders doen met mijn leven? Maar er werd zoveel omgevraagd dat ik dacht, oké, deze januari maand, ik ga weer Sims spelen. Ik kijk even hoe jullie reageren en als het weer goed is, hopelijk, dan ga ik er weer gewoon lekker mee door. Ik heb al een hele lange dag achter de rug. Ik heb een hele comfortabele, niet echt fashionable hoodie aan. Hij is van Mert. Ik hoop dat jullie het niet erg vinden. En we gaan Sims spelen! Yeah! Let's go, let's go! Aangezien het al best wel een tijdje geleden is, ik helemaal niet meer met het personage heb gespeeld waarmee ik had gespeeld in die episodes die ik heb gemaakt, gaan we een nieuw personage maken. Nieuw game. Dit vind ik altijd echt een van de moeilijkste onderdelen. Beslissen welke stad ik ga kiezen. Ik vind deze, Monta Vista, vind ik er heel mooi uitzien. Het is echt net zo'n stadje in een Franse of Italiaanse stad. Ik vind het top. Monta Vista. Oh, this looks pretty. Wow, echt mooi. Het is ook echt een berg. Volgens mij heb ik nog nooit in deze stad gespeeld. Oké, we gaan een huishouden creëren. Ik begin met één iemand. Eén meisje. Hoe zullen we haar noemen? Ik heb vandaag iemand ontmoet die Laila heette. Ik noem haar Laila. Dan doe ik het wel, ja, met een I. Laila en dan van de achternaam Quinn. Quinn met twee N'en. Laila Quinn. Mooie naam. Ga ik er iets donkerdere huidskleur geven. Mooi getint in een mooi zomerstadje. Ik denk dat ze wel aardig veel sport, dus ik geef haar een beetje spieren. Haar. Wat gaan we doen? Ik heb zo het gevoel dat ze rood haar heeft. Dat vind ik mooi. Rood haar. Ik vind het moeilijk. Zoiets vind ik wel stoer. Oh, dat vind ik serieus wel heel stoer. Oh. Dan is ze wel een beetje alternatief, denk ik, in deze stad. Maar dat vind ik wel cool. Ah, misschien nog geen rood haar. Misschien gewoon bruin. Met dit haar doet ze me dan een klein beetje denken aan Cassima in Orphan Black. Misschien nog ietsje donkerder haar. Ja, dit vind ik tof. Wenkbrauwen, simpele boogjes. Die ze nu heeft vind ik eigenlijk prima. En super lange wimpers. Oké, haar gezicht. Ik doe eigenlijk bijna altijd het standaard hoofd. Dus ik heb allemaal Sims die op elkaar lijken. Misschien moet ik dat nu een keer niet doen. Dit zo. Oh, dit vind ik wel mooi. Ik vind haar make-up wel ietsje too much. Dus haar oogschaduw mag weg. En haar lipstick mag ook wel weg. Maar wat gaan we ervoor in de plaats doen? Ik wil wel dat ze eyeliner op heeft. Dit als eyeliner. Kleine wing. Yay! En dan misschien een mooie highlighter. Deze vind ik altijd wel heel mooi. En dan mag ze wel lipstick op, maar ik vond die net een beetje heftig, die licht paarse. Misschien dit, maar dan ietsje donkerder. Zo. En ze heeft paarse ogen, dat vind ik wel cool, maar dat is wel een beetje onnatuurlijk. Dus ik ga haar groene ogen geven. Dat is beter. Tatoeages. Geef ik haar tatoeages? Ik vind de tatoeages bij de Sims allemaal een beetje teleurstellend. Eigenlijk vind ik er geen één leuk. Nee, we gaan geen tatoeage doen. Ik hou heel erg van die outfits die al samen zijn gesteld. Dus niet dat ik een broek en een shirt moet kiezen. Maar gewoon dat ik al een hele outfit heb. Op een of andere manier vind ik die allemaal wat beter bij elkaar passen. Dit is schattig. Maar nee, ik ben er nog niet helemaal weg van. Wat voor iemand zal ze moeten zijn? Ik heb zo het gevoel dat ze echt zo super goed moet zijn in karate en shit. Maar wat voor kleding geef ik er dan? Dit vind ik altijd zo cool. Maar hier, dit trek ik nooit een Sim aan. Ik weet niet waarom, maar als ik het nu zie, denk ik zo van, wow, dit is echt vet. Of een hotdog pak. Ook altijd leuk. Dit is wel gelijk heel erg van, ik ben Laila en ik zit op karate. Hé, dit is best een schattig jurkje. Maar niet voor haar. Hé, dit is ook schattig. Maar dit vind ik niet, ik weet niet, ik zou dit eerder als workout outfit doen. Hé, dit vind ik cool. Ja, dit is vet. Ook mooie kleuren ook. Ik denk dat ik gelijk gewoon deze pak. Ja, deze is het beste. Tof! Oh, ik hou echt van die kleur paars. En dit is wel gewoon vrouwelijk, maar wel ook een beetje stoer. Oké, top. Wel iets andere schoenen. Zo jammer dat je bij de Sims heb je niet gewoon boots als in Dr. Martens boots. Die zouden hier echt super cool bij staan. Vaak wordt het toch wel weer een beetje netjes. Wat als ik er gewoon gimpen aantrek?
Wat gebeurt er dan met de outfit? Is dat gek? Nee, vind ik eigenlijk wel cool. Vind ik eigenlijk wel stoer dat ze gewoon gimp draagt met zo'n nette outfit. Ik wil wel dat ze oorbellen in heeft, want daar heeft ze echt super mooie oren voor. Zo met het haar naar achter. Simpele pareltjes, diamantjes. Deze zijn allemaal vrij standaard. Oh ja, we hebben hier de katjes. Dit zijn wel hele mooie. Dit zijn dus katjes in haar oren. Ik weet niet of je het goed ziet. Ik kan niet verder inzoomen. Misschien ook deze wel. En dan geef ik haar een kat. Ik ga haar een kat geven. Het komt echt nooit voor dat wat de Sim aan heeft, als ik het open, dus zeg maar wat de computer heeft gekozen, dat ik dat leuk vind. Echt nooit. Ik ga een mooi jurkje kiezen. Ze moet er echt op haar allerglamst uitzien. Ik heb net besloten dat paars haar lievelingskleur is. Dus we gaan een paarse jurk zoeken. Dit. Wow. Vind ik niet zo passend bij het karakter wat ik in mijn hoofd heb. Wow, dit is echt prachtig. Maar niet voor na een feestje. Dit vind ik meer een bruidsjurk. Dit is best cool. Ik ben alleen niet weg van het luipaardprintje. Oh, misschien kan ik hem gewoon aanpassen. Let's do this. We maken gewoon van de luipaardprint, maken we gewoon zwart. Net zoals de rest van het jasje. Tadaa! Nu is het best wel cool. Nu heeft ze gewoon een jasje met van het fake fur. Af en toe vergeet ik dat je dus bij de Sims ook gewoon dingen kan aanpassen aan de items die ze al hebben. En ze heeft een panty aan. Dat vind ik wel mooi, maar ik ga even kijken hoe het eruit ziet met blote benen. Ik denk dan heel vaak van, oh, met blote benen is het vast veel mooier. Maar in werkelijkheid, ik trek nooit een jurkje aan zonder panty. Maar met blote benen is het wel mooier. Ik geef haar blote benen. Ik denk dat mijn Sim toch niet echt de kou voelt. For real. Ik hoop het niet in ieder geval. Waar gaat ze slapen? Oké, dus dit is echt gewoon een van de eerste keren dat ik de computerskeuze best wel oké vind. Maar we gaan het toch niet doen. Ik vind deze altijd zo schattig. Oh. Nou, hebben we de keuze gelijk rond. Hop, naar de sportkleding. Oké, dus ik wil eigenlijk dat mijn Sim, dat Layla heel erg goed wordt in karate. En in martial arts noem je dat dan in de Sims. Dus wat voor soort outfit zouden we daarbij aantrekken? Dit vind ik tof. Rainbows en unicorns. En dan misschien gewoon een legging erbij. Hebben ze een legging? Dit vind ik wel een beetje ugly met die groene band. Maar dan maken we de groene band gewoon paars. Oh, ik maak hem gewoon dezelfde kleur als de rest van de broek. Toppie. We gaan best wel vlot. Swimwear. Volgens mij heeft de computer door dat ik er van paars laat houden. Wat zullen we doen? Ja, ik vind zelf badpakken echt best wel heel erg mooi. Dus laten we er een badpak geven. Niet deze. Misschien zoiets gewoon. Simpel. En dan tot slot, de seizoenskleding. Die ik overigens bijna nooit gebruik in de Sims. Zijn er mensen die het wel gebruiken? Wow, dit is echt de mooiste combi die ik ooit heb gezien. Ik vind dit wel tof. En dan geef ik er een andere kleur handschoenen. Gewoon zwart. Vind ik wel tof. En dan ook nog andere kleur schoenen. Want die wil ik ook dat die zwart zijn. Tadaam. Wow, en dan zijn we klaar met haar uiterlijk. Oh, ik vind haar echt tof uitzien. Ze is echt iemand die op straat zou lopen en waarvan ik zou denken van, oh, zij ziet er cool uit. Oké, haar eigenschappen. Ik wil sowieso discipline erin. Dus veel discipline. Waar staat dat? Deze. Disciplined. En wat is ze dan voor de rest? Wat voor iemand maak ik haar? Dit vind ik altijd zo moeilijk. Ik maak haar sowieso een cat person. Misschien is ze een beetje verlegen. Ik ga haar een beetje verlegen maken. En misschien vind ik het dan wel leuk om er een beetje zo'n computer nerd te maken. Gaat ze andere mensen hacken en zo. Altijd grappig. Wow, dat is een grote laptop. Hojo. Oké, ik kan voor de levenswensen kan ik kiezen of level 10 halen van de martial arts skills en de atletische skills. Of level 10 halen van de martial arts skills en een master worden of zo. 15 katten bevrienden. Een forensisch specialist worden bij de politie. Hey, dat vind ik cool. Ah, misschien doe ik dat wel. Dan gaat ze bij de politie werken. Dat vind ik wel vet. De favoriete kleur is sowieso deze kleur paars. En haar sterrenbeeld vindt dat ze een tweeling is. Zo'n gevoel heb ik gewoon. Dan ga ik haar nog een katje geven. Oh, ik vind hem nu al cute. Hoe zullen we hem noemen? Wat als ik hem Harley noem? Dan is het Harley Quinn, als in Harlekijn. Dat vind ik echt een briljant idee van mezelf. Vind ik ook dat het een jongetje is. Oké, wat voor ras? Ik vind het altijd zo moeilijk. En dan zit ik zo te denken van, hoe zou ik die Sim voor me zien? Met wat voor kat? Misschien denk ik hier echt veel te diep over na. Carillion Bobtail. Oh, die heeft mijn beste vriendin. Heeft een Carillion Bobtail. Oh, hij lijkt op hem. Deze geef ik er. Kijk, die hebben geen lange staart, maar zo'n klein poefje als staart. Oh. Accessoire geef ik hem een halsband. Ik vind het eigenlijk altijd een beetje zielig als een kat een halsband om heeft. En onze kat is een keertje blijven hangen aan een tak van een boom aan zijn halsband. Toen was hij bijna gestikt. Wat voor karakter. Sowieso dat hij slim is. Genius. En misschien ook adventurous.
En dan iets wat misschien een beetje minder goed is. Want ik heb altijd zeg maar de gewoonte om alleen maar goede eigenschappen te kiezen. Misschien is het een beetje een piggy. Beetje een piggy. I love piggies. Ik vind je helemaal top. We gaan deze familie opslaan en dan gaan we spelen. Dan. Ik kan niet wachten om een huis voor hun tweeën in te richten. Ik hoop dat ik een beetje een mooi huis kan vinden in de buurt. Dat er iets beschikbaar is. Oh ja, ik zie het al. Twee huizen beschikbaar. Hier drie. Oh, er is er eentje echt midden op de berg. Dat is wel echt super handig. Maar deze zijn wel ietsje groter. Misschien deze. Hij is zeg maar iets dichterbij, maar niet helemaal in het midden van het centrum. Let's do this! We gaan nu inrichten en dat is mijn favoriete gedeelte van de Sims. Even kijken. Oh, schattig. Echt een mooi huisje. We hebben zelfs een bovenverdieping. Top. Oké, hier kan ik wel wat mee. Let's do this. Ik vind de kleur van de vloer erg mooi. Ik vind eigenlijk de witte muren ook wel mooi, maar dit bloemetjesbehang in de badkamer, dat vind ik echt helemaal troep. Dus we gaan daar andere tegels neerleggen. Deze. Of meer blauw. De badkamer is altijd vet moeilijk indelen. Eigenlijk vind ik bijna niks mooi wat hier ligt. Dit. Ah, dit is wel mooi. Hebben ze niet gewoon compleet witte tegels? Oh, dit is wel iets beter. Misschien dit. Nee. Oké, laat het zitten. Ik ga geen witte tegels doen. Ik ga gewoon lekker witte verf. Dit is echt een huis gewoon waar ik zou willen wonen. Dit is echt top. Woonkamer. Ik denk dat we die positioneren in dit hoekje. Even kijken. Ga ik er een tv geven? Ik heb zelf geen tv. En ik vraag me dus altijd af zeg maar, wat mijn Sims met een tv moeten. Maar ze kan wel workouts doen voor de tv. En ik wil er sportief hebben. Dus we gaan een tv kopen. Deze vind ik mooi. Deze vind ik cute. Mooi bankje erbij. Zoiets. Dit is best wel schattig. En dan wil ik hier een mooi schilderijtje. Een punkgezinnetje met een beetje nerdy zoontje. Grappig hoe die stereotypes werken. Dat ik zeg maar iemand met een bril en een korbertje zie. En dat het dan gelijk een nerdy iemand is. Oh ja, mooi. Een geisha. Wow, wat is dit? Ik vind dit best wel cool. Wat is dit? Dit lijken net kaarsjes. Oh, dat hoort het ook voor te stellen. Wat zal ik doen? Ik zet hier een boekenkast neer. Of nee, ik zet hier een mooie salontafel neer met plantjes erop. Deze. Deze. En dan doe ik er nog een van deze. Kijk hoe fleurig. Wow. Ook een muziekinstallatie. Can't live without the music. Bam. Nee, vind ik niet mooi. Bam. Vind ik ook niet heel mooi. Dit is eigenlijk wel tof. Kijk, gewoon een radiootje. En dan wil ik hiernaast wil ik een boekenkast. Because we gotta be smart. Be smart. Go buy yourself a house. What else? What else? What else? Ja, misschien een eettafeltje. Waar is de keuken nou? Oh, die zit daar. We hebben gewoon nog een hele lege hoek over. Het was schattig, maar het is wel een heel klein eettafeltje. Maar ja, ik heb haar wel de eigenschap verlegen gegeven. Dus misschien heeft ze wel gewoon bijna nooit iemand die bij haar komt eten. Oh, maar dit is ook wel mooi. Ik bedoel, haar ouders moeten toch op een dag komen eten. Deze stoeltjes. Ik heb stiekem een cheat gebruikt voor als het je opviel dat ik opeens weer heel veel geld heb. Sorry, ik kan het echt niet handelen als ik gewoon mooie spulletjes wil kopen en ik ja, gewoon geen geld meer heb. Het is ook weer niet alsof ik bizar dure dingen koop. Opeens heb ik geen geld meer. Oh, dat vind ik ook wel tof. Ik hou allemaal van die buitenlandse dingen. Ik vergeet helemaal dat ik een kat heb. Ik moet ook wel kattenspullen hebben natuurlijk. Oh shit, nou heb ik helemaal geen ruimte meer natuurlijk voor zo'n mandje. Oh kijk, ik zie een leeg plekje. Plek genoeg voor een leeg mandje. En de kattenbak, ja. Waar zou ik die doen? Zou ik die eigenlijk gewoon erbij doen in de badkamer? Dat vind ik wel grappig. Oké, bovenverdieping. Hier ook alles weg. Oh, wat zal ik hier allemaal plaatsen? Natuurlijk weer bed. Maar ook iets van een sportuitrusting of zo. En natuurlijk een computer, want ik heb een computer whiz gemaakt. Het heeft niemand om mee in het bed te slapen, maar toch geef ik er een tweepersoonsbed voor het geval dat dat wel gebeurt. Very pretty, very pretty. Aan de ene kant krijgt ze een wekker. Als ze een beetje op mij lijkt, verslaapt ze zich elke dag. Et voilà. En dan bovenop de kast wil ik een mooie plant. Oh. Wow, dit is een vet grote plant en hij kan gewoon op de kast. Wow, maar dit gaat toch door het plafond heen? Dit kan toch helemaal niet? We doen gewoon mooie zonnebloemen. Ik krijg ze alleen niet in het midden. Ik vind het zo frustrerend. Ik denk dat ze maar gewoon naar de sportschool moet als ze wil sporten. Want ik heb echt geen plek meer voor een sportapparaat. Yes. Oké. This is it. Volgens mij heeft ze alles wat ze nodig heeft. En anders komen we er wel achter tijdens het spelen. Yep, ik ben er klaar mee. We gaan spelen. Oh, ik vind de kat denk ik nog leuker dan de Sim gewoon. Cutie patootie. Oh, en hij is zo dik. Het is zo'n dikke kat. Available jobs.
In de keuken? Nope. Bij de politie. Yes. Ojo, kotste ze nou? Zagen jullie dat ook? Maar nu ligt er niks meer. Ik ben heel benieuwd hoe ze wafels gaat maken. Ze heeft eieren, ze heeft melk, ze heeft deeg. Wow, ik wou dat ik zo snel wafels kon maken. Dan had ik het nu meteen gedaan. Wow, sta ik net wafels te maken, zijn er allemaal buren gekomen. Oh, wat lief. Ik heb wel mijn Sims shy gemaakt, dus ik weet niet of ze dit erg comfortabel vindt. Maar ik ga toch iedereen binnen verwelkomen. Eduardo Gilscarbo, Carlotto Gilscarbo en Nicoletta Lombardi. Ik ben echt in een soort van Italië beland of zo. Ik zie hem hipster zijn met zijn hoedje. Wow, ik krijg een... Oh, mijn kat zit op het aanrecht. Nee. Hij zit gewoon uit mijn wafelbak te eten. Ik ga even boos op de kat worden. Dit kan echt niet. Oh, ik vind het zo zielig om boos te worden op de kat. Wow, die dude pakt gewoon zijn gitaar erbij. Ik mag hem wel. Oh, zijn gitaar vind ik iets minder mooi. Wel super leuk dat hij gewoon midden in mijn huis gitaar gaat staan spelen. In ieder geval, ik ga hier stoppen. Want ik ben namelijk al een uur aan het spelen. En ik moet deze video naar minder dan een uur knippen. Want ik weet dat een aantal van jullie het best leuk zouden vinden. Maar ik ga niet een uur uploaden op YouTube. Als jullie het nou leuk vinden, ga ik volgende keer weer verder spelen met mijn sim Laila en haar kat Harley. Let me know. Ik vind het zelf echt heel leuk om te doen. Alleen, ja, ik vraag me dus altijd af hoe leuk het nou echt is voor anderen. En of jullie niet liever willen dat ik ander soort video's maak. En dan save ik deze heel snel, voordat het verloren gaat. Als je wil dat ik doorga met Sims, vertel me dan wat je wil dat ik doe met mijn Sim. Als je nog een leuk trucje hebt of zo in de Sims 3, let me know. Dan ga ik het uitproberen. En dan voor nu, heel erg bedankt voor het kijken. Heel erg veel hartjes. En ik zie jullie morgen weer. Doei doei!